heb ik, stel een vraag. En die vraag is dus aan jullie als bestuurders. Dus dat is Nicole Olland, directeur-bestuurder van de Unie Bosgroepen, en Jos van den Boogaard, wethouder gemeente Meel en Sint-Hubert. Dus daar graag jullie vragen. En discussie, dat zou eventueel in de chat kunnen, maar de Slido is nu helemaal vol met discussievragen, dus die is te onoverzichtelijk voor ons nu. Dus vandaar even een poll. Beste Nicole en Jos, en ik zet jullie ook weer op speaker view, dan zien we jullie nog groter. Kunnen jullie een reactie geven op wat jullie hier eerder hebben gehoord, op de praatplaats, opmerkingen die je opvielen? Nou, ik wil daar best graag iets van zeggen. Jos van den Boogaard hier, wethouder gemeente Meel en Sint-Hubert. Die praatplaat, toen ik die voor de eerste keer zag, toen dacht ik eigenlijk van, nou, dat is precies het gebied waar ik me al een tijd bezig hou met de opgaves waar het hier de hele ochtend al over gaat. Dus ik dacht van, wij hebben een heel bijzonder gebied, want het sluit precies aan op die plaat. Maar Mirja die gaf aan, want het is eigenlijk een plaat van een heel normaal landschap. Dus nou, zo word je van bijzonder in één keer weer gewoon heel normaal. In ieder geval, wij zijn hier al sinds 2013 aan de slag om maatregelen die we allemaal aanzien komen, om die daar ook een plek te geven, om daar oplossingen voor te verzinnen. En terecht werd in de vorige bijdrage door Dirk Siert gezegd van, nou, dat gaat niet in een half jaar. Dat hebben wij wel. Ja, dat maken wij Ja. gewoon echt mee. Oké. Daar heb je gewoon echt tijd voor nodig. Ja. En ja, ondertussen werken we daar hard aan. Mooi, dank. Nicole. Om even ook aan te haken op de praatplaat. Voordat ik dat doe, Moem van het Hart, ik vind het prachtig om over dit onderwerp te praten. Want in die Beekdallandschappen komen eigenlijk zo ontzettend veel opgaven samen. Als het gaat om stikstofproblematiek, hè, die speelt daar natuurlijk ook droogte, energietransitie in die flanken en natuurlijk biodiversiteit. Dus het is prachtig om dit als gespreksonderwerp te hebben en ook de praatplaat te zien. En de praatplaat, er vallen me een aantal dingen op. Ik denk dat het inderdaad een goed uitgangspunt is om het gesprek met elkaar te voeren. Het suggereert ook alsof er een scheiding is van verschillende functies. Zo is het denk ik niet helemaal bedoeld, maar er zitten wel wat rigide lijnen in het praatplaatje. Ik hoop dat als men het gesprek daarover heeft, dat we vooral grenzeloos met elkaar kunnen praten en heel integraal met elkaar ook zullen praten. En het is ook gezegd, het is bedoeld als praatplaatje, dus het is een mooi vertrekpunt. Maar wat ik wel mee wil geven, en ik denk dat iedereen dat zal beamen, is dat het per gebied ook elke keer weer maatwerk is. En dat je echt goed moet kijken naar een gebied. Hoe is het opgebouwd? Wat is het verleden? Hoe is het gebruikt in het verleden? Wat is het gebruik voor in de toekomst? En dat je daar een goede mix in gaat maken. Dus als vertrekpunt fantastisch. Ja, dat sluit ook heel erg aan wat Peter van Dijk zei. Dat die gebieden zijn natuurlijk generaties lang in families, bij families. En men kent die omgeving ook heel goed. Ja, en ik denk ook dat dat een heel mooi vertrekpunt is. Ook dat je naast de waterhuishoudkundige opgave hier is, dat je goed kijkt naar de geomorfologie, dat is ook gezegd vandaag. Ook naar de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap en het gebruik. En het is heel erg belangrijk om ook gebruik te maken van die generaties die gebruik hebben gemaakt van het landschap, van hun kennis. Want geen enkele bureauonderzoek zal tippen aan de kennis die de agrariërs, de gebruikers, de mensen die er altijd gewoond hebben. Ja, daar moet je echt gebruik van maken. En wat het mooie daarvan is, dat het ook het draagvlak voor uiteindelijke besluitvorming enorm zal ondersteunen. En dat is ook belangrijk voor de snelheid van het proces. Aha, dan komen we ook weer, nou ja, de tijd nemen. Je kan dat dus versnellen, zeg jij, Nicole. Ja. Ja, laat ik het anders zeggen, van als je er geen gebruik maakt van de omgeving, dan ga je sowieso in een langer traject zitten met elkaar. Mooi, mooi. Jos, waar zit voor jou de uitdaging? Of wil je hierop reageren? Ja, ik wil reageren, want als je dan ziet dat wij sinds 2013 aan de slag zijn, dan doen we misschien wel iets niet goed. Maar
Ik kan in ieder geval wel onderschrijven dat wat net gezegd werd, wat Nicole zei, dat die verschillende doelen, die komen allemaal samen. En die hebben ook impact op elkaar. En dan moet je met elkaar ook toch luisteren en ook gevoel hebben voor de belangen van de verschillende partijen. Je hebt heel veel partijen nodig. Het bij elkaar brengen van die partijen en respect hebben voor de verschillende belangen die die partijen hebben. Nou, dat is wel een uitdaging waar je het mee te doen hebt en waar je mee te dealen hebt. En vervolgens moet je daar toch samen de win-win in beeld zien te krijgen om te kijken van hoe kunnen we hier nou mee verder komen. En als mensen respect hebben voor die verschillende belangen en de boeren zijn daar gewoon een hele belangrijke partij in. Zij hebben de grond. Zij hebben kennis van die grond. Hè. Dat werd net terecht gezegd, maar ze hebben ook emotie bij die grond. En dat is hun grond. Daar hebben ze jarenlang, generaties lang, hebben ze daar geprobeerd iets van te maken. En dan gaan wij nu toch op een andere manier ook proberen aanspraak op te maken. En als ze daar de win-win niet in zien, dan gaat het nooit werken. Ik zit even te kijken, vanuit jouw kant, Nicole. Wat wordt nou voor jou bestuurlijk gezien het lastigste om die beekdallandschap klimaatrobuust te krijgen? Ik denk dat we als Nederland zijn we heel erg goed in water. Ja. Daar staan we bekend om. En ik denk dat we ook best wel heel erg veel kennis hebben en dat we vandaag ook wel gehoord van hoe het eigenlijk zou moeten. Wat er inhoudelijk nodig is om het verder te brengen. Bestuurlijk zie ik wel een uitdaging in hoe je al die verschillende opgaven van stikstof en dus landbouw, biodiversiteit, energietransitie, en wat ik net allemaal al zei, de wateropgaven, om die allemaal aan elkaar verknoopt te krijgen. Mm-hmm. En dat er ook één partij is die daar de goede regie in neemt. En ik denk niet dat één partij voor altijd over heel Nederland kan zijn. Dat zou ook weer maatwerk zijn. Telkens maatwerk, kijken naar het klein maken. Nou ja, kijken naar wat een gebiedsproces nodig heeft en welke stakeholders daar betrokken zijn en welke partij het vertrouwen krijgt om de lead te nemen. Want het is makkelijk om vanaf een bureau het beleid te bepalen. Nou, zo moeten we dat doen, zoiets. Maar dan moet het uiteindelijk in dat landschap gebeuren. Dus dat moet wel een verbinding hebben, hoor ik. Ja, zeker. En daarover gesproken. Ja? Ja, Nicole? Ik zag ook dat Teun Spek van de provincie Gelderland aanwezig was. In ieder geval aan het begin. Ja. Er was vroeger een collega van mij en die noemde het altijd het bungee jumpen tussen strategie en praktijk. En ik denk dat heel erg waar is, dat je steeds die verbinding met de praktijk, maar ook weer met strategie, beleid en wat het land nodig heeft om verder te komen. Want daarover gesproken, hè, dus het verder krijgen, die integrale gebiedsaanpak, dat is iets, zeg maar, die omgevingsvisie, hoe kan de omgevingsvisie, wat toch een visie is, helpen om dat echt dat aan te pakken, dat gebiedsaanpak te realiseren. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Nou, ik heb meer gevoel bij. Ik zie meer succes ontstaan als we het gebied overzichtelijk maken. Hè? Dus dat mensen dichtbij genoeg bij dat gebied zitten om de opgave daar te herkennen en samen ook zich daarmee te kunnen identificeren. Dan gaan ze meer aan de slag dan vanuit een hoog overvisie. Uh-huh. Alhoewel we die natuurlijk nodig hebben. Maar ja, je moet ook gewoon dicht bij het gebied zijn waar je mee bezig wil. Want anders dan is het toch voor iedereen op afstand. En dan is het gemakkelijk praten, maar er gebeurt er weinig. Ja. En als je er toch dichtbij zit, dan heeft iedereen gevoel bij dat gebied. Kent het gebied. En wil er ook voor gaan om het beter te krijgen. Mm-hmm. Ja. Ik ga even naar Slido. En even kijken hoe de zaken ervoor staan. Ga ik even daar? Even kijken. Paul. Sorry jongens. Ik ga gewoon even die vragen af hier. En dan ga ik het een beetje inweven. Even kijken. Ik vind sommige vragen vind ik ingewikkeld om te begrijpen. Ja, hoe krijg je bewoners mee? Nou, die snap ik wel. Hoe krijg je bewoners mee? Hoe zien jullie dat voor je?
Nou, je hebt soms veel aan een echte trigger die zich een keer voordoet. En bij ons bijvoorbeeld in onze gemeente ligt in een plattelandsomgeving. Met nog meerdere gemeenten, het allemaal platteland is. Maar als daar een keer een echte trigger is, bijvoorbeeld in een stedelijk gebied, waar een flinke echte hoosbui voor enorm veel wateroverlast heeft gezorgd, dan veroorzaakt soms dat waar je eerst eigenlijk een soort roepende in de woestijn was, of nou ja, misschien een verkeerd voorbeeld, maar dat je dan... Ja, woestijn is het nu zeker wel, hè? Ja, dat je dan in één keer mensen tegenover je hebt die zeggen van ga er eens wat aan doen. Hè? Dus dat soms helpt een trigger. En in dat stedelijk gebied, je kan van alles doen. Net in het filmpje werden daar mooie voorbeelden van getoond in de omgeving van Venray. Maar je moet ook de mensen ook overtuigen met gewoon mogelijkheden. Dat zij zelf ook inzien dat als je maatregelen neemt, aan de ene kant kost het geld, maar aan de andere kant brengt het ook iets. Ja. En als ze dat niet willen, wat doe je dan, Jos? Als ze zeggen, ja, daar... Je overtuigt mensen alleen door ze zelf te laten beseffen dat het ertoe doet. Okay. En wij hebben bijvoorbeeld nu in de gemeente, in het dorp Boxmeer moet ik eigenlijk zeggen, daar zijn we bezig met zo'n klimaatlabel voor in de bebouwde omgeving. Dat is vergelijkbaar met een energielabel wat je op je koelkast of je andere elektrische apparaat ziet of voor je huis. En dat klimaatlabel, dat is dan bedacht voor straten en wijken. Hoe groener, zeg maar, hoe klimaat, hoe robuuster, hoe hoger het label. Meer stenen, hoe lager het label. En daar kan je dan ook aan de knoppen draaien om te zeggen van als we dan meer groen in onze straat of in onze buurt of in ons wijk toepassen, wat doet dat met ons gezamenlijke klimaatlabel in onze omgeving? Ik ga even naar Nicole, want zij heeft hier ook ervaring mee als wethouder. Want jij hebt een visie natuurlijk vanuit jouw positie nu. Maar als wethouder heb je ook met bewoners te maken gehad. Heb jij hier beelden bij? Jos had een paar mooie voorbeelden. Ja, ik ben in het verleden wethouder geweest. In het mooie Reden. Een hele landelijke gemeente met heel veel natuur. Maar ook waar de IJssel langs stroomt. Dus eigenlijk alle onderwerpen die vandaag aan de orde komen, die spelen ook zeker in die gemeente. En het sowieso ook aan de voorkant betrekken van inwoners bij het maken van plannen. Kijk, als het gaat om een omgevingsvisie is het vaak wat abstract voor inwoners. Maar ook dan zijn er mensen die heel geïnteresseerd zijn om mee te doen. Maar hoe concreter en hoe dichter bij huis komt, hoe meer betrokken zij willen zijn. En maak ook gewoon gebruik van de kennis die er is. Wat ik al eerder zei, als het gaat om het landelijk gebied... Kijk naar historische kaarten en heb daar het gesprek met de inwoners over van hoe heeft het er vroeger uitgezien, waarom zag het er vroeger zo uit, waar aan agrariërs vragen waar heeft het stuurtje vroeger gestaan en waarom stond het daar, dan neem je de mensen eigenlijk in feite ook al mee in het hele verhaal wat er komt. Meenemen, mee beslissen, ja, dat is heel erg afhankelijk van de opgave die er is, of dat mogelijk is. Maar het meelaten denken en aanbrengen van informatie, dat is al heel erg superbelangrijk. Jos, wat wordt voor jou bestuurlijk gezien het lastigste als vanuit de gemeente? Het lastigste is om mensen, zeg maar, de bewustwording te laten inzien. En, of tenminste, dat ze er bewust van worden van de opgaven die er zijn. Dat ze willen luisteren naar elkaar en vervolgens ook daar... toch gezamenlijk weer het oppakken om er iets aan te gaan doen. En dat gezamenlijk in stedelijke omgeving is anders dan in het buitengebied. In een stedelijk gebied, daar heb je te maken met veel bebouwing, veel hittestress en dat soort zaken. Andere opgaven dan in het buitengebied, maar toch kunnen die niet zonder elkaar. Je moet soms de oplossing voor een stedelijke opgave toch in het buitengebied ergens laten landen. En dan komt ik er wel zo'n... knikken. Sorry. Ja, sorry. Ja? Oh. Ja. Ja, soms onderbreek ik en het komt gewoon puur omdat we met weinig tijd zitten. Nicole, ik zag jou knikken. Dat de oplossingen van de stad en het land, dat het niet gescheiden is, maar dat het juist enorm verbonden is met elkaar. Net zoals dat volgens mij Mirja Kitsel vanochtend zei, dat die druppel die valt boven en die komt beneden uit. En vaak liggen de steden toch wat lager. Het heeft allemaal. Het is dus één systeem en daar heb je gewoon rekening mee te houden. En dat betekent dat oplossingen
ook in elkaars verlengde liggen. En soms kan dat een oplossing zijn voor het platteland en andersom ook. Maar soms is zeg maar dat er zoveel op dat platteland terechtkomt, hè, dus in dat buitengebied, dat doet ook iets met de mensen die daar wonen. Die zijn, waarom elke keer bij ons? Hè? Waarom moeten wij de oplossing bieden? En als daar niet ook tegelijk vanuit stedelijk gebied zichtbaar is dat er ook het een en ander gebeurt, al kan daar niet hetzelfde, maar dat daar ook wel dingen gedaan worden, dan helpt dat wel. Nou, dat is wat wij met het klimaatlabel, dat is nog in wording, dat moeten we nog fine-tunen, maar als dat gaat werken, dan doet dat iets in dat stedelijk gebied, dat mensen gaan inzien dat als ze een hoger klimaatlabel hebben, dat ook iets doet met de waarde van hun vastgoed. Mm-hmm. Nou, dat triggert mensen. En dat doet ook iets met gezondheid. Dus je kan ook in dat stedelijk gebied best mensen op gang krijgen binnen de ruimte die daar is en binnen de mogelijkheden die zij hebben. Nou, het plaatje is wel aardig duidelijk. Wat zijn nou stappen? Wat moeten we nou doen? Concreet. Nou, wat we moeten doen, dat is waarmaken wat we met dat plaatje, die praatplaat, allemaal eigenlijk bedoelen. En dat is nog best een opgave, hoor. Dat hebben we echt de komende jaren niet in één keer klaar. Maar wij kunnen dat niet alleen als overheden. Daar hebben we gewoon de mensen bij nodig. En dus zowel in het buitengebied als in de bebouwde omgeving. En dan helpt het als je je opgave waar je mee aan de slag wil ook een beetje overzichtelijk houdt. Niet al te groot gebied proberen te omvatten. Kleine stappen. En als je dichtbij allemaal duidelijk kan maken, dan ziet iedereen voor zich de uitdagingen waar het om gaat. En dan kan die zich ook identificeren met de mogelijke oplossingen. En kun je nou mensen dwingen? Nou, daar ben ik niet zo van. Moet je mensen dwingen? Nee, dat zou je niet moeten willen, denk ik. Soms kan het niet anders, maar je moet toch proberen, denk ik, om dat vanuit de mensen zelf te laten groeien. Oké. Nicole, wat zie jij nou? Wat zijn de volgende concrete stappen? Ik denk dat het heel erg belangrijk is om op een bepaalde manier te denken. En wat Dirk Siert heel mooi zei, en die wil ik graag herhalen, is dat we terug moeten naar het natuurlijke systeem. Want dat geeft ons heel veel antwoorden. Als je het landschap goed leest, krijg je die antwoorden. En die moet je niet alleen lezen achter je bureautje, maar moet je samen lezen. En als je samen leest, dan krijg je draagvlak. Dat is mijn takeaway. Jouw takeaway, ja. Wil je het nog één keer herhalen? terug naar het natuurlijke systeem. De woorden van Dirk Siert. Lees het landschap. Niet alleen, maar samen. En dan krijg je draagvlak. Mooi. Jos, heb jij nog iets om mee te geven aan ons? Nou, wat ik net zei, hou het overzichtelijk. Hè. Als je mensen mee wil krijgen, probeer dan ook in de omgeving van die mensen de problematiek te schetsen en de uitdagingen neer te leggen en dan samen aan die oplossingen te werken. Als het te groot is, is het voor iedereen te ver weg en dan is het altijd daar en niet bij mij. En wat betreft het lezen van het landschap, ik kan het alleen maar onderschrijven. En wat voor mij op een gegeven moment wel een eye-opener is geweest, dat in tijden van die droogte, we hebben nou de afgelopen paar jaren dat echt meegemaakt, als je dan een keer met zo'n drone over landschap vliegt, dan zie je precies waar vroeger de beken liepen. En dat is toch wel weer interessant om met zo'n plaatje dan ook een keer naar buiten te treden. Mm-hmm. En ik kijk eventjes naar de Slido-vragen. Er wordt onder andere gevraagd, hoe ziet de gemeente nou haar rol of taak om het klimaatbestendig worden van zo'n leefomgeving? In hoeverre is dat nou een gemeenteding? Dat is ook een gemeenteding. De gemeente heeft een aantal instrumenten om dat te kunnen ondersteunen. Dus straks ging het er al even over de bijdrage van Berno. Er waren vroeger nog meer instrumenten waar ook een deel van niet meer gebruikt worden nu. Maar die instrumenten die er zijn, ja, daar staan wij ook voor aan de lat. Die zullen we moeten toepassen. Maar daar hebben we de omgeving wel bij nodig om die succesvol te kunnen inzetten. Ja. Jos en Nicole, heel hartelijk dank. Dit was kort en krachtig. Er is nog zoveel discussie gaande. Heel veel vragen zijn er. Ik ga zo meteen eventjes terug naar de voorzitter van de Community of Practice om te kijken
hoe we nou... Want dit is nog niet klaar, hè? We zijn er nog niet. Dus voor nu, hartelijk dank dat jullie erbij waren. En ik ga nu afronden met Ernest. Die kan weer tevoorschijn komen.